Nederland 1. Welkom bij deze ingelaste uitzending van Brandpunt die vanavond gewijd is aan slechts één onderwerp. En dat is de aanslag op paus Johannes Paulus II. Voor het eerst sinds de aanslag heeft de paus vanmiddag weer een groot publiek toegesproken op het Sint-Pieterplein. Hij deed dat door middel van een tevoren ingesproken boodschap. Het nieuws van de aanslag van de afgelopen woensdagmiddag heeft velen over de wereld diep geschokt en vooral in Italië de gemoederen zeer bezig gehouden. Ook dit weekend, vandaag en morgen, wordt in Italië een referendum gehouden over abortus. In het verzet tegen de liberale abortuswetgeving in Italië heeft vooral ook paus Johannes Paulus de afgelopen weken een belangrijke rol gespeeld. Het laatste nieuws over de gezondheidstoestand van de paus is dat het zeker nog tot donderdag zal duren voordat alle gevaar is geweken. Over de toestand in Vaticaanstad ziet u nu een reportage van Willibord Fréquin en Laios Kalanos. Op deze plek waar ik nu sta, werd paus Johannes Paulus II neergeschoten. De paus reed afgelopen woensdag tijdens de wekelijkse audiëntie in een open wagen, zodat de vele duizenden gelovigen die hier verzameld waren op het Sint-Pietersplein hem goed konden zien. En daar, achter het hek, stond de vermoedelijke dader. Vanaf dit punt loste hij de schoten, waarvan er drie de paus raakten. Sinds de aanslag van woensdag is het druk op het Sint-Pietersplein. Dagelijks komen duizenden mensen op het plein bidden of alleen maar uit nieuwsgierigheid rondkijken. Onder hen tientallen journalisten uit alle delen van de wereld om de vaak emotionele reacties van de mensen te registreren en uit de mond van ooggetuigen de toedracht van de aanslag te vernemen. El Papa Juan Pablo II se encuentra en un estado de tranquilidad y de estabilidad, según los últimos reportes médicos de la clínica en donde fue hospitalizado después de la. Diciamo che io ero a distanza di 3 metri, no? Da dove si è sentito lo sparatore. Ma in un attimo nessuno ci ha pensato a questo perché vedeva tutta la gente che correva in quest'attimo qui. Poi tutte una volta ho sentito la gente che urlava, l'hanno sparato. Allora tutti siamo corsi verso quella parte a guardare che cos'è che era successo. Io in quel momento ho visto il Papa che si accasciava così. Cioè, normale, no, come una persona. Poi anche se era ferito, che era una persona normale, che non soffrisse di niente, diciamo, era così con gli occhi aperti come una persona normale. Allora il aveva il suo revolver, senza sostanzione, il te l'aveva come sa. Ci dico, che scopo deve fare? Usa le guarda di. Ma ci dico, una le patio e le sampere, che schifo usa fede male? Le sele, no, non ha niente a fare. Cito, e quando le passe, dei gente pa conviate, qui ce ne pa conviate, perché gente compra ne più rien, già avevamo de plore, de crie, e il tutto di farama e apre le ha disparu, ma mi ho l'apri. I was watching him going through the crowd. I came very close to get a picture of him, and while I did so, I snapped a picture. About 1 or 2 seconds later, I heard 2 shots ring out. I saw the Pope slump forward. I wasn't sure if he had been hit or if he was just ducking to avoid the shots. The next thing I noticed was a gunman running towards that direction of the square, was accosted within several seconds by a mob and by policemen. Dagelijks komen artsen van het Gemelli ziekenhuis met een medisch bulletin over de actuele gezondheidstoestand van de paus. Neanche altri comunicati in giornata? No, in giornata no, il prossimo è previsto per domani mattina alle 9. Professore, c'è il bollettino adesso, io. Woensdagmiddag, op het moment van de aanslag, waren er in de directe omgeving van de paus leden aanwezig van de veiligheidsdienst van het Vaticaan. De paus zelf heeft altijd gewild dat deze mensen hem niet het contact met de bevolking zouden verhinderen. Het ziekenhuis waar hij nu ligt, wordt zwaar bewaakt. Waar was die bewaking woensdag? We vroegen het deze chef van de veiligheidsdienst naast de paus op het moment van de aanslag. È un momento che non dimenticherò mai.
Erano le 17:20 quasi, e in un momento ho sentito un colpo di pistola, chiarissimo, subito seguito da un altro colpo. Ho realizzato immediatamente, ho fatto subito mente locale, ho capito subito che dovevo intervenire. Il mio compito è quello di essere vicino a Sua Santità, la scorta di sicurezza sono io. Subito dopo il secondo colpo ho visto Sua Santità che lasciava il sostegno e piano piano si girava e perdeva le forze. Io sono intervenuto, l'ho preso materialmente, l'ho sostenuto, l'ho aiutato a sedere, mentre l'altro, il segretario Stanislao, gli manteneva il capo. Waarom wilde de paus geen extra veiligheidsmaatregelen? Beh, il Papa parla da fratello a fratello, lui non si può proteggere, non ha mai accettato né giubbotti né macchine blindate, assolutamente no. Welke speciale veiligheidsmaatregelen zullen er genomen worden om een aanslag te voorkomen? Guardi, ma le nostre misure sono delle più efficienti, tanto c'è vero che io personalmente l'ho protetto sull'esperienza del fatto Reagan, mi sono buttato addosso, l'ho protetto da eventuali altri colpi, e nello stesso tempo i miei colleghi, i miei collaboratori hanno arrestato l'attentatore. Op het Sint-Pietersplein worden door groepen gelovigen voortdurend gebedsdiensten gehouden. In questo momento così doloroso per tutte le nazioni, vi invito ancora una preghiera tutti insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. De Nederlandse bisschop van Lierde vertelt wat de paus zei toen deze naar het ziekenhuis werd vervoerd. Toen hij erheen ging, een prachtwoord. Maar waarom heeft men dat gedaan? Het enige wat hij gezegd heeft. En waar zei hij dat? Op de auto toen hij wegging. Hij is bij kennis gebleven tot en bij de operatiekamer. Il Santo Padre ha bisogno di essere accompagnato veramente dalla preghiera. L'affetto sa già che ce l'ha tutto, dai cattolici e anche dai non cattolici del mondo intero. Bisogna proprio intensificare le preghiere perché i medici hanno fatto e stanno facendo più del possibile. E sono veramente capaci, generosi, ma rimane quel margine che soltanto Dio potrà colmare. Ma anche per tutti coloro che come lui ricorrono alla violenza e farneticando la esaltano in molte deplorevoli espressioni, non sanno quello che si fanno. Intendiamo il perdono come la suprema espressione d'amore sull'esempio del Signore Gesù, che sulla croce ha pregato per i suoi uccisori. Vandaag worden in Italië twee volksstemmingen gehouden over zwangerschapsonderbreking. Het land heeft al 3 jaar een abortuswet. Het ene referendum gaat over uitbreiding van die wet, het andere over de afschaffing ervan. De paus heeft zich vooral de laatste weken zeer nadrukkelijk uitgesproken voor afschaffing van de wet die abortus in bepaalde gevallen toestaat. Velste tegenstander van afschaffing en van de te nadrukkelijke rol van de paus bij de volksstemmingen is de Communistische Partij van Italië. Compagne, compagne. Il referendum più importante e più incerto al tempo stesso è senza dubbio quello che si svolgerà sulla scheda verde proposta dal Movimento per la Vita. Alle poche ore, quali sono quelle che ci separano dal voto, impegniamo dunque tutta la nostra forza organizzata e tutta la nostra carica ideale, tutto lo slancio, l'esperienza e l'intelligenza dei nostri militanti nell'opera di informazione, di convinzione e di conquista ai due no contro l'abrogazione della legge sull'aborto.
Denkt u dat de aanslag op de paus van invloed zal zijn op de uitslag van het referendum over de abortus? Io vedo i due problemi separatamente. Certo, il Papa si è impegnato molto attivamente in questo tema della difesa della vita contro l'aborto, ma non penso che un fatto che ha commosso tutti al di sopra delle loro convinzioni abbia una influenza diretta su quella che sarà la scelta domenica nel referendum. Il tema è molto sentito, a differenza del referendum sul divorzio del 1974, qui si tratta di un valore di vita che unisce cattolici ed anche persone che non appartengono alla fede religiosa, alla fede cattolica. Io penso che il suffragio a favore anche della proposta del Movimento per la Vita sarà un suffragio non piccolo. Morgen zullen de eerste risultaten van het referendum bekend zijn. De verwachting hier in Italië is dat de bestaande abortuswet van kracht zal blijven, ondanks de dringende en herhaalde oproepen van de paus om tegen de abortuswet te stemmen. Geen prettig verjaardagscadeau dus voor paus Johannes Paulus II, die morgen 61 jaar wordt. Elke zondag om 12 uur sprak de paus vanuit het raam van zijn verblijf de menigte op het plein toe. Vandaag klonk zijn stem uit tientallen luidsprekers. In het ziekenhuis heeft hij vanmorgen de volgende boodschap op een bandrecorder ingesproken. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, so che in questi giorni, e specialmente in quest'ora della Regina Celi, siete uniti con me. Vi ringrazio commosso per le vostre preghiere e tutti vi benedico. Sono particolarmente vicino alle due persone ferite insieme con me. Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ja, tot zover deze impressie uit Rome. De gezondheidstoestand van de paus blijft zich ondertussen naar wens ontwikkelen. Vanmiddag om 5 uur is er een medisch bulletin verschenen en daarin wordt gezegd dat de paus weliswaar nog koorts heeft, maar vanmorgen alweer voor het eerst uit bed is geweest. En dan wat het abortusreferendum betreft kunnen we u melden dat de opkomst naar Italiaanse maatstaven naar tevredenheid is en dat de uitslag in het gunstigste geval maandag en in het ongunstigste geval dinsdagochtend pas wordt verwacht. Tot zover deze ingelaste uitzending van Brandpunt. Goedenavond. De KR.